VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Je ziet dat PSV de laatste weken moeizaam de overwinningen binnenhaalt bij uitwedstrijden. Dus ja, we hopen dat we daar gebruik van kunnen maken. Ja. Assistent Jai Driessen ziet kansen tegen koploper PSV. Straks blikken we vooruit op die wedstrijd. De hoogste jeugd geeft alvast het goede voorbeeld. We praten met derde doelman Bram Verbong, die ook met de top 3 aan de slag gaat. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, VVV Excelsior. Aan de andere kant, het foutje met Saoud. Balletje doorgeven bij Edwards, dat moet 1-0 voor Excelsior zijn. Nee, wat heeft Oenerstal toch een prachtige reflectie. Joost. Ja, het zijn aardige bewegingen. Nu het schot, dat is prima reactie van Dame. De vrije trap van Peter van Ooyen. Dame wijkt terug en moet dan toezien hoe VVV in die slotseconde toestaat. Opoku doet het dat toch. 46 minuten en 11 seconden staat er op de klok. Ja, dat is nog eens in de slotseconde toeslaan. Opoku wint het van twee Excelsior-spelers. Bruins, Bessaoud. Bessaoud die de bal goed meeneemt. En daar is de bal binnen. Nee. Wat een goede redding van Oenerstal. Goede beweging van Bessaoud. Om post heen en dan Omarsson. En weer die reflex van Oenerstal. Joosten, snel. Dat is aardig geopend. Ja, het leek van deze kant. Maar het is in het zijnet. Oenerstal dus de grote man. Letterlijk en figuurlijk bij VVV. Dat wint dankzij die treffer van Opoku op slag van rust. En daar is Excelsior het slachtoffer van geworden. Deze week blikken we terug en vooruit met assistent Jai Driessen. Hij verving zaterdag de zieke Maurie Stijn, die vanaf woensdag wel weer voor de groep stond tijdens de training. Nou, het verhaal van die wedstrijd is denk ik dat het geen beste wedstrijd was van onze kant. Maar waar we wel de nodige 3 punten pakken. Ik vond dat we de eerste helft redelijk hoog probeerden druk te zetten. Een aantal keren lukte dat ook aardig, maar ik vond dat we dat niet met heel veel overtuiging deden. Waardoor zij eigenlijk toch nog 1 of 2 goede kansen kregen om die voorsprong te pakken. Nou, dat lieten ze na. Ik vond dat we ons daarna wel aardig in de wedstrijd knokten. En we gaan de wedstrijd eigenlijk steeds meer onder controle krijgen. Ook een aantal goede hoekschoppen, spelervattingen hadden. Waar we de kans maakten op 1-0. En gelukkig was dat volgens mij 20 seconden voor tijd scoren we daaruit. Tweede helft vond ik dat we te slap begonnen. We liepen ook niet meer vooruit. Het idee was om op dezelfde manier te spelen als de eerste helft. Dus pressie spelen, vooruit spelen, proberen Excelsior onder druk te houden. Nou, dat lukte niet echt. We kwamen steeds meer in de problemen, steeds meer moeilijkheden. We moesten achteruit lopen. We wilden dat niet, maar moesten achteruit lopen. Maar we gaven ook niet echt veel kansen weg. Ja, dan heb je gewoon geluk dat je momenten in de eerste helft en ook een goed moment in de tweede helft, dat Lassen een aantal goede ballen pakte. En ik vind wel dat we in die eindfase hebben het lastig gehad. Maar ik vind wel dat we in die eindfase na hebben gelaten om de 2-0 te maken. Bedankt voor de punten, zullen we maar zeggen, toch? Of niet? Ja, ik denk dat gaat voor de hele ploeg. Het was een echt goede speel van de hele ploeg. En ja, en dat is belangrijk. Lars is onderdeel van het team en we, ja, heel Nederland weet dat wij een van de beste keepers bij ons hebben. En ja, daar mogen we gelukkig gebruik van maken. En ja, Lars vult dat goed in, Lars gaat daar goed mee om. En dus gewoon, buiten dat hij gewoon een geweldige keeper is, is het ook gewoon een topgozer in de groep. En ja, mooi dat hij dat zo kan brengen. Nou, wordt niet snel vergeten hier in Venlo, denk ik. Nee, absoluut niet. Dus we zullen nog vaak aan hem terug moeten denken, denk ik. Ja, dat is natuurlijk mooi voor mij, maar ja, daar heb ik ook niks aan als we geen punten pakken. En
Omdat ben ik blij dat we echt 3 punten hebben gepakt tegen Excelsior. Woensdagavond was er op het jeugdcomplex alvast een voorproefje op de wedstrijd van zondag. Onder 19 speelde in de kwartfinale van de Nike Cup tegen de leeftijdsgenoten van PSV. Zo'n 500 mensen zorgden voor een mooie sfeer en zagen het hoogste jeugdteam van de Venlonaren na ruim een half uur een penalty krijgen nadat Aaron Bastiaans werd gevloerd in de 16. Evert Lindhorst verzilverde de strafschop. Beide teams mochten spelers opstellen die al in de hoofdmacht hebben gespeeld. Bij VVV waren dat naast Lindhorst, Sam Stijn en Simon Jansen. Vrij snel na de openingstreffer verdubbelde linksback Joel Roeven met een mooi schot de score. Nog voor rust werd de wedstrijd eigenlijk al beslist. Met een mooie aanval die begon bij doelman Jens Kraameer. Aaron Bastiaans kopte door. Dan de controle bij Sotirios Kokkinis, die al voor Griekenland onder 19 uitkwam. Via Simon Jansen kreeg Kokkinis de bal weer terug. Ging handig de 16 binnen, maar zijn schot stuitte op de vuisten van de keeper van PSV. Uiteindelijk was het Sam Stijn die de 3-0 vlak voor rust binnentikte. We wisten vooraf dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Maar als je dan zo start, de eerste helft zo begint en ja, je gaat uit van je eigen kwaliteiten, dan weten wij dat wij PSV gewoon op kunnen rollen hier. De rust ingaan met een royale voorsprong is natuurlijk wel waar je wel eens over nadenkt. Maar of het dan uiteindelijk tot in de praktijk wordt gebracht, dat is altijd maar afwachten. Maar zeker op basis van de eerste helft wel zeer terecht, ja. Na rust begon PSV aan te zetten, wist ook terug in de wedstrijd te komen via dit mooie doelpunt. Maar uiteindelijk bleven de jeugdige VVV'ers eenvoudig overeind. Ja, ze zaten in een moeilijke fase de laatste weken. Daarentegen zaten wij in een goede fase. En ik heb de jongens ook van tevoren gezegd, geen ontzag voor deze ploeg. En uitgaan van eigen kwaliteit. En ik denk dat we dat ook optimaal hebben gedaan. Ja, tweede helft is logisch dat je dan iets terugzakt. Maar op zich gaven we niet heel veel weg. Alleen ja, dat ene doelpunt was jammer. Maar ja, je trekt het 3-1 over de streep en ja, dat is geweldig gewoon hier. Met alle supporters en de sfeer hier, fantastisch vandaag. Ja, sfeer was er zeker. Veel publiek. Hadden jullie dat verwacht? Ja, we wisten het al wel een beetje van tevoren dat er publiek en vrienden zouden komen. Dus dat was extra mooi voor ons. Die hebben ons naar de overwinning geschreven vandaag. Ja, ik denk dat dit een entourage is waar je van droomt. In die zin, je komt in een kwartfinale met een hele mooie tegenstander. En dat is uiteindelijk wel het podium waar je heel graag je ding wil laten zien aan zoveel mensen. Dus al die aandacht erbij, dat is alleen maar mooi voor die jongens. Hoe bijzonder is dat jullie in de halve finale voor de beker staan? Nou, in die zin bijzonder dat gewoon een talentvolle lichting is. Het is niet voor niks dat er bepaalde jongens met de selectie mee trainen. En als je dan deze groep wegzet tegen die groep van PSV, dan hebben ze gewoon op het hart gedrukt dat we uit moeten gaan van eigen kwaliteit. En voor niets en niemand ontzag moeten hebben in zo'n wedstrijd, wat sowieso al een wedstrijd op zich is. En op basis van agressie, je wilskracht en de echte wil om, ja, daar is wel gebleken dat het een meer dan terechte overwinning was. Tegenstander in de halve finale wordt FC Groningen, dat met 3-0 wist te winnen van PEC Zwolle. Dat duel wordt op woensdag 10 april gespeeld in Venlo. De andere halve finale gaat tussen Ajax en Excelsior. Waar gaat het verder? Ja, ik denk dat deze wedstrijd een enorme boost geeft aan het team. De volgende tegenstander is al bekend, FC Groningen. Dus ik denk dat we gewoon door moeten gaan met datgene waar we mee gestart zijn. En dat goede gevoel doorzetten. Ja, ik hoop natuurlijk dat we de beker kunnen pakken, maar we gaan zo goed mogelijk ons best doen. En we moeten van onze eigen kwaliteit uitgaan gewoon en dan weten we hoe ver we kunnen komen. Zondag komt PSV dus op bezoek in de Kool. De laatste ontmoeting in Venlo tussen beide ploegen eindigde in 2-5. En in Eindhoven ging VVV in de eerste seizoenshelft al met 4-0 onderuit. Toch ziet Jaidrisse kansen tegen de koploper. Ik denk dat we ook die wedstrijd niet kansloos zijn. Je ziet dat PSV de laatste weken moeizaam de overwinningen binnenhaalt bij uitwedstrijden.
Dus ja, we hopen dat we daar gebruik van kunnen maken. En ja, gezien het programma, we leven van week tot week. We proberen iedere wedstrijd punten te pakken. Nee, voor mij is het echt een, geen normale wedstrijd. Omdat je echt tegen een topploeg speelt van Nederland. Maar het is niet zo belangrijk wie, hoe elke dagblad of weet ik niet dat wil maken. So, dat is een mooie wedstrijd tegen een topploeg van de Nederland en dat was het. Nou, voor mensen om jou heen, denk ik, en de pers, media, is deze wedstrijd specialer. Lars Unnerstall tegen PSV, zijn toekomstige ploeg. Ja, dat was daar ook, maar dat is niet dat wat ik denk. En voor mij is dat echt een wedstrijd en daar wil ik ook punten pakken. Tuurlijk, daar gaat iedereen van uit. Je speelt nog in het geel-zwart natuurlijk, hè. Jullie willen punten pakken. Kan dat tegen dit PSV? Ik denk als we echt goed verdedigen en echt volle bak geven en achterin echt goed staan. En dan moeten we een beetje hopen dat een vrije trap of een hoekschop echt goed komt. En daar zijn we sterk. Dan moeten we meer scoren, denk ik. Maar dat hebben we nu gedaan. En dan hoop ik ook dat we dat tegen PSV kunnen doen. Zoekt weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. Het wordt weer Susic in de eerste helft, mocht hij het twee keer proberen. Was hij niet zo succesvol. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. En dan staat het 2-0 voor VVV. Prachtige vrije trap van Patrick Joosten. Van der Hart is geklopt. Met heel veel lengte dus bij VVV voorin. Maar daar komt die bal niet. Nu wel bij Post. Zo, Danny Post. Wat een goal zeg. Ho, 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 wat een knal. En zo zal Chabot nog wel eens even nadenken over de corner die hij weggaf. Wat een geweldige goal van Danny Post. Bram van Bonk voor de top 3. Heel even naar jou kijken. Ja, volgens mij, je bent een speler volgens mij die alles meemaakt op het veld, bij de trainingen. En die ook zeker weet van, zeker weten doe je het nooit, maar ik ga niet spelen. Nee, zeker niet. Ja, de kans is gewoon klein als derde keeper zijn dat je dan minuten maakt. Daarom is het eigenlijk ook des te jammer dat we geen tweede elftal hebben. Dus minuten maken is schaars. Maar ik ben al lang blij dat ik bij het eerste meedraai en dat ik gewoon zoveel kan leren van Lars. Want daarvoor maak ik nu heel veel ervaring op en daar leer ik gewoon heel veel van. Nou, want hoe is dat, zo'n rol als derde keeper? Ja, in het begin is het heel mooi, vooral omdat je vanuit de jeugdopleiding doorschuift naar het eerste elftal. Dus dat is super mooi om dat mee te maken. En uiteindelijk wil je toch meer. En je moet ergens beginnen. En dat is nu als derde keeper voor het tweede jaar. En dan is het gewoon voor mij taak om het zo goed mogelijk te ontwikkelen. En dan door te groeien naar eventueel tweede keeper of eerste keeper. Nou, je noemt wel eventjes Lars net al natuurlijk. Ja. Want daar zal je altijd nog met genoegen aan terugdenken, denk ik, dat je met hem hebt samengewerkt. Ja, zeker. Lars is een hele goede jongen. Hij wil me ook overal bij helpen, dus ik leer gewoon heel veel van hem. En daar ben ik wel heel blij mee, ja. Hoe zie jij je eigen toekomst? Het is lastig in te schatten. Mijn contract loopt dit jaar af. We zijn wel aan het kijken voor een nieuw contract. Alleen kan ik daar verder nog niet veel over zeggen wat de toekomst verder geeft. Maar het liefst blijf ik zo lang mogelijk in het betaald voetbal, inderdaad. En dan in de hoop dat ik een keer aan het spelen kom. Goed, we gaan het afwachten. We gaan naar de top 3. Ja. Drie fragmenten, we hebben ze net gezien. Je mag er allereerst eentje uit gaan halen. Dan haal ik de 2-0 van Patrick Joosten eruit. De vrije trap tegen PEC Zwolle. Die haal ik eruit. Ja. En dan heb je een hele goede vervanger voor, denk ik. Zeg maar. De vervanger is de redding van Lars. In de tweede helft tegen Excelsior op Omarsson.
Ik denk dat het een hele moeilijke redding is. Hij is in de voorwaarts beweging, hij valt achteruit en tikt die bal nog net over de goal, waardoor dat 1-0 blijft. En ja, dat hij eigenlijk de wedstrijd ook een beetje over de streep trekt. Natuurlijk doen we het samen met het team, maar hij heeft er wel een grote rol in gehad. En ja, hierdoor pakken we toch die 3 punten en zijn we weer 3 punten dichter bij die handhaving waar onze doelstelling toch is. Messaoud die de bal goed meeneemt en daar is de bal binnen. Nee, wat een goede redding van Oenerstal. Geweldige aanval ook van Excelsior en Omarsson bij een van zijn eerste acties. Bij de tweede paal komt hij die bal goed binnen. Prachtige paas van Bruins, eindelijk de diepte gezocht. Goede beweging van Messaoud om post heen en dan Omarsson. En weer die reflex van Oenerstal. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering & Lunch Service.